Bijna alle partijen hebben afgelopen zomer hun verkiezingsprogramma door het CPB, het Centraal Planbureau, laten doorrekenen. Maar die doorrekening moeten we niet overschatten. In ieder geval zegt deze test van het CPB niets over het type wereld dat bij de uitvoering van die programma's gaat ontstaan. Daarvoor zijn volgens deskundigen de foutmarges te groot en de indicatoren van het CPB te beperkt. Natuurlijk helpen exacte cijfers wel tegen vage claims over effecten en bevorderen ze de vergelijkbaarheid van programma's. Maar de eenzijdige focus op puur financiële economische effecten heeft ook grote nadelen. Cijfers zeggen nu helemaal niets over het soort samenleving die maatregelen opleveren. Of, zoals NRC Handelsblad het recent verwoordde, cijfers worden in verkiezingsprogramma's belangrijker dan visies. Voor de christelijke partijen kan de CPB-exercitie daarom niet het eindpunt zijn van hun programma. Zij moeten met meer komen dan links en rechts een paar euro's meer of minder. Geloofsvrijheid is wat mij betreft het thema bij uitstek voor deze partijen. Ik wil kunnen kiezen op basis van visies. En ik kies voor een partij die opkomt voor ruimte en gelijkwaardig staatsburgerschap van christenen. En tegen de seculiere dictatuur.